Straks is het oudjaar en daarna begint het nieuwe. Oudjaar, dat vind ik fijn als er appelflappen zijn en ook oliebollen zijn. Nou, dat zal mij benieuwen. Weet je wat je ook hebt? Ja. Het oudjaar vuurwerk heb je dan. Om 12 uur, als het oudjaar overgaat in het nieuwe jaar, steken de mensen allemaal vuurwerk af. Ja, zie je allemaal van die lichte pijlen die ik wou dat zo ver was. Poef. Ja. Heel leuk. Straks is het oudjaar en daarna begint het nieuwe. Ik sta al helemaal klaar, maar dat is een beetje raar, want het is nog geen oudjaar. Nee, Bert, maar wel bijna. Ja. Nog 5 dagjes en dan is december en ook dit hele jaar weer voorbij. Ja. Wat is voor jou een leuk jaar, Bert? Nou, ik heb veel duiven gezien, meer dan de vorige keer, dan vorig jaar. Dat is wel prettig. Straks is het oudjaar en daarna begint het nieuwe. Ik zou zeggen, begin nu maar, want het vuurwerk staat klaar. Zou je dat zeggen? Ja. Waar staat het vuurwerk klaar, Bert? Nee, Ernie, dat zeg ik maar. Wat jammer, Bert, was het mijn werk? Ja, maar het is niet waar. Want nu is het nog pas kerstmis. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was hij dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer. Want dit avontuur gaat verder, dus er komt nog heel veel meer. Maar niet meer vandaag, maar de volgende keer. Wil je weten hoe dit avontuur dus verder zal gaan? Kijk naar Bassie en Adriaan.